Het is vandaag alweer maandag. En goedemorgen vanuit het mooie Turkije. We zijn hier nu al 9 dagen. Met deze dag opgerekend zijn we hier nu 9 dagen. En ja, ik ben net wakker. En ik neem jullie gezellig mee in mijn dag. Nou, op zich het slapen. Gaat soms wat minder, want ik word alweer 's nachts om 4 uur wakker. Maar dat maakt niet uit, want mooi. Maar het is echt een super groot hotel, dus ja, echt veel te doen ook. Oh, en ik ben nog super moe. Nou, daar kwamen we pas later achter dat hun de verkeerde kamer hebben. Hun horen eigenlijk deze kamer te hebben. Maar de hotelmensen die hebben deze kamer aan mij gegeven. En die kamer die hun hebben, heeft 2 aparte bedden. En dit is een 2-persoonsbed. En hun zijn ze met z'n tweeën en ik ben in mijn eentje. Dus ja, maar ja, maakt niet uit, zeggen ze. Wafels, pancake. Allerlei soorten kaas.
Mijn ontbijt, tosti-kaas, stokbrood met kaas, 2 van die cakejes en pancakes. Nou, het is inmiddels al 6 uur en ik ben nu aan het chillen op mijn kamer. Meestal gaan we tegen 5 uur naar de kamer, want we liggen al bij het zwembad van 10 tot 5, dus dan gaan we meestal naar de kamer, even rustig iets voor jezelf doen. Dan ga ik meestal even YouTube-video's editen, YouTube-video's kijken, ja, een beetje op Facebook en dat soort dingen, weet je wel, een beetje chillen. Ja, tv kijken, Netflixen. Ik heb al een paar films gekeken, dus ja. Maar ik heb ook al gedoucht. Toen ik direct op mijn kamer was, heb ik gedoucht. En straks hoef ik me alleen nog om te kleden. Ik heb mijn pyjama even aangedaan. Dat doe ik meestal altijd even. Niet direct mijn jurk al aangedoen tegen 5 uur. Terwijl we tegen 7:45 meestal gaan eten. Dus ja, dat duurt nog even. En ja, ik ben al best wel weer bruin. Best wel. Ik bedoel, ja, we zijn nu 9 dagen hier. En in totaal zijn we hier 14 dagen. Nee, 15 dagen. Met de heenweg en de terugweg opgerekend, zeg maar. Dus ja. Dan moet ik ook wel een keer bruin zijn. Ik heb alleen maar in de zon gelegen en zo. Dus ja. En morgen ben ik jarig. En daar heb ik heel veel zin in. Eigenlijk niet. Ouder worden weer. Maar ja. Het is wel leuk altijd. En ik ben lekker op vakantie jarig. Dus dat is wel fijn. Ja. Nou, het is bijna 7:30. En ik ga me verder klaarmaken. Nou, ik heb dit leuke jurkje aan. Van Oni. Beetje tropisch jurkje. Mijn vlechtjes die zitten nog steeds goed. Want ik heb mijn haren laten invlechten toen ik hier net was. Die zondag. De eerste dag heb ik het direct laten invlechten. Alleen 1 vlechtje is eruit. Deze. Zoals je wel ziet. Maar verder zitten ze er nog allemaal in. Ja. Maar ik ga het even in een staartje doen. Kijk, hier heb ik alle staartjes en knipjes. Die had ik eigenlijk niet nodig. Maar ja. Ik wist ook niet dat ze dat hier hadden. Dat je het hier in het hotel kon laten doen. Lekker makkelijk. Zo. Heel voorzichtig doe ik er mijn staartje erin. Het is strak. Kijk. Dit is de douche. Dit is een regendouche. En wat ik meestal met het douchen gebruik, dit heb ik allemaal meegenomen vanuit Nederland, Rituals. Dit is Rituals body schuim. En dit is body scrub. Dat is ook wel lekker. Zo. En ik heb ook, kijk, dit is de douche, dit is een regendouche. En wat ik meestal met het douchen gebruik, dit heb ik allemaal meegenomen uit Nederland, Rituals. Dit is Rituals body schuim. En dit is body scrub. Dat is ook wel lekker. Zo. En ik heb, nu ga ik mijn cup even doen. Kijken. Deze gebruik ik van de Carrie's oogschaduw. Hier een hele mooie toilettas van de Kruidvat. Super handig met die vakjes en zo. En hier heb ik ook nog Nationals in zitten. Body lotion. Heel lekker. Ik kan niet tegen alle Rituals. Deze is parfum. Die doe ik meestal op na het douchen. Dus dat. Doe
denk ik die rode wel. Die heb ik gisteren ook gehad. Die is heel mooi. Nu ga ik mijn wenkbrauwen doen met de Douglas wenkbrauwenpalet. Kijk, hier zit een spiegeltje in. Hier kun je om je ogen doen. Dit zijn voor je wenkbrauwen. Voor je, als je lichte wenkbrauwen hebt en je vindt het mooi om donkere te doen, zou ik die doen. En ik doe meestal de lichtere variant, want ik heb lichte wenkbrauwen, doe ik liever iets lichter. Ik hou niet van te donker. Maar nu wenkbruin, dus dan is donkere ook wel heel erg mooi. Dan heb je hier van die kwastjes. Kijk, hier kan je het mee doen. En hier kan je wenkbrauwen nog even goed mee, ja, goed zetten. Een eyebrow set. Dat ga ik ook nog even doen nu. En als laatste gebruik ik deze mascara. En die is van de Essence. Ik kan die zo goed zien. Beetje. Turkse pizza, witte bonen, tomatensaus en rijst. Bedankt voor het kijken naar deze video. Vond je deze video nou leuk? Vergeet dan zeker niet te abonneren, te reageren, duimpje omhoog te doen. En tot de volgende video.